Binnen deze les bekijken we de functie Basic Statistics van Quantum GIS. Ik heb hier een laag met alle landbouwpercelen van de gemeente Evergem. En in de attributentabel vinden we bij die landbouwpercelen welk gewas er wordt opgekweekt, wat de oppervlakte is, hier bij ShapeStar, en wat de omtrek is van elk landbouwperceel. Nu, ik zou graag weten wat de gemiddelde oppervlakte is van een landbouwperceel in Evergem. Deze bewerking kan ik niet uitvoeren met de functie fieldcalculator. Want bij fieldcalculator ga je een bewerking uitvoeren binnen dezelfde rij. Kan je bijvoorbeeld dit getal optellen met dit getal en dan delen door dat getal. Maar wel binnen dezelfde rij. Wat ik nu wil doen is een gemiddelde maken van al deze getallen in deze kolom. De kolom ShapeStar, de oppervlakte dus van onze objecten. Dit kan ik niet doen met de functie fieldcalculator, maar kan ik wel doen met de functie basic statistics. En die vind je bovenaan in het menu vector, want we werken met vectorbestanden, dan analysis tools en dan basic statistics. Het eerste wat je gaat aanduiden is de vectorlaag waarvan je statistieken wil oproepen. Dit zal in dit geval de landbouwpercelen zijn uit 2010. En ik wil statistieken uitvoeren op de kolom Shape Star, of de oppervlakte. En als ik nu op OK klik, dan zie ik een aantal statistieken van die kolom. Ik zie bijvoorbeeld de som, de totale oppervlakte is zoveel, de minimale oppervlakte, dus het kleinste perceel in Evergem is 96 vierkante meter, het grootste perceel is bijna 700.000 vierkante meter, enzovoort. En ik zie er ook bovenaan het gemiddelde staan. Als ik nu hetzelfde wil doen voor enkel de graslanden, kan ik ook doen. Even terug naar mijn attributentabel. In mijn attributentabel zie ik hier bij gewasgroep onder andere grasland staan. Dus ik wil eerst enkel de graslanden daaruit selecteren en daarvan de gemiddelde oppervlakte berekenen. Geen probleem. Ik maak een voorwaardelijke selectie, een selectie gebaseerd op mijn attributentabel. Hier bovenaan. En ik zeg dat het veld gewasgroep gelijk moet zijn aan, even de unieke waarde binnenhalen, hier grasland. Dus gewasgroep is gelijk aan grasland. En select. Nu zijn al de graslanden geselecteerd. Hier zie je ze in het geel. En hierop ga ik nu de statistieken uitvoeren. Vectors, Analysis Tools, Basic Statistics, op de laag Evergem, op de laag landbouwpercelen, het veld ShapeStar, en ik ga enkel de geselecteerde objecten daarvan de statistieken opvragen. Dus dit moet aangevinkt staan. Oké. Okay. En dan weet ik dat de gemiddelde oppervlakte van een grasland in Evergem het gemiddelde oppervlakte van dat perceel is 13.000 vierkante meter. En een totaal van 19 miljoen vierkante meter grasland in Evergem.